We zijn hier vanavond in het sporthal in Schagenbrug. Hier is door de dorpsraad een avond georganiseerd voor de politieke partijen, waarbij met name centraal staat de situatie in Schagenbrug. Men heeft een vijftal onderwerpen waarover men wil discussiëren en hun vragen te kunnen stellen. Uiteraard is men benieuwd naar de antwoorden van de politieke partijen. Wij vragen de inwoners al hun mening vooraf en achteraf en we kijken wat er allemaal gezegd gaat worden tijdens het debat. Wat verwacht u van deze avond? Nou, ik ben even nieuwsgierig wat er allemaal op het dorp speelt en waar men ontevreden over is en wat beter kan en wat de politiek ermee gaat doen. En waar bent u ontevreden over in Schagenbrug? Nou, eigenlijk meer over de infrastructuur in het dorp. Schagenweg is natuurlijk een puinhoop in de voetpaden, de wandelpaden. Dat is achterstallig onderhoud. Maar de gemeente is ook zo groot geworden, dat wordt steeds moeilijker. Ik heb het idee dat Schagenbrug een beetje vergeten wordt. In welk opzicht? Sinds wij bij Schagen horen, gebeuren er een aantal dingen niet die nodig zijn in het dorp. Kunt u er een paar noemen? Nou, de Schagenweg is wel de grootste ergernis in het dorp waar niks mee gebeurt. Wat zou er verbeterd moeten worden? Onze dorpsstraat, het verkeer, beleid ten aanzien van ouderen, woningzoekenden. Dus er zijn best wel factoren die belangrijk zijn voor ons. Nou, ik verwacht eigenlijk wel een open instelling met open discussie. En vooral over de woningbouw in Schagenbrug. Dat is voor mij eigenlijk heel belangrijk. En over de veiligheid van de Schagenweg. Dat zijn voor mij de belangrijkste speerpunten. Ja. Daar vind je dat het huidige college in tekort geschoten is? Nou, ik kan wel merken dat de afgelopen jaren het dorp toch heeft stilgestaan. Zeker met de reconstructie van de Schagenweg. Wat eigenlijk toch al jaren een heikel punt is. Wat verwacht u van deze avond? Wat duidelijkheid, wat de politieke partijen van plan zijn in Schagenbrug. En niet echte verwachtingen, maar ik laat me gewoon verrassen. En waar wilt u vooral duidelijkheid over? Ik denk met name de verkeerssituaties, dat hier de grootste issue is in Schagenbrug. En daar willen mensen denk ik graag wat duidelijkheid over. Wij hopen dat dit het begin is, deze avond, en ook wat er al aan vooraf is gegaan. Dat het begin is van een constructieve samenwerking tussen Schagenbrug, dorpsraad aan de ene kant en gemeentepolitiek aan de andere kant. We hebben 4 jaar voor de boeg. Wie er dan ook op het plusje mag zitten, wij hopen op een constructieve samenwerking. Als ik deze stellingen lees, dan is er echt wel wat nodig. Als ik de eerste stelling neem, nieuwbouw woningen in Schagenbrug. Ja, het plan buitenvaart ligt al zo lang daar, daar moeten we gewoon iets mee. Dat de provincie daarvoor is gaan liggen, ja, de provincie laat ons wel vaker zien dat ze een hele moeilijke partner zijn in samenwerking. Dus daar moeten we in ieder geval ons uiterst best voor doen om daar aan de deur te kloppen. Daarna moeten we ook gaan kijken welke mogelijkheden hebben we nog meer in onze mooie Schagenbrug. Waar kunnen we nog meer bouwen? Er zijn nog locaties in gedachten, maar we moeten niet meer inbreilocaties zien te vinden. Je moet er niet aan denken dat het dierenparkje straks wordt opgeofferd om een woningbouw te realiseren. Je moet er niet aan denken dat hier aan de burgemeester wat doorslaan, dat speelplaatsen met een stukje groen opgeofferd moet worden om daar woningbouw te realiseren. Dat is wat de provincie wil en daar gaat Jess fel tegen. Ik noemde net al even de belangrijkste belofte die wij doen voor Schagenbrug. Ten eerste die 40 woningen in het nieuwbouwplan van buitenvaart. Een aantal mensen zei al vanavond, de provincie ligt dwars, de provincie ligt wel bij meer dingen dwars. Daar zijn we zo langzamerhand aan gewend. Toen de vorige keer de provincie het plan tegenhield, dat is even ruim een jaar geleden, ben ik met de ontwikkelaar om tafel gegaan en heb ik gezegd, je hebt nu gewoon een hele goede ruimtelijke ordeningadvocaat nodig. En volgende week dinsdag, de 27e, zullen wij in het college het besluit nemen, ga ik even vanuit dat we ook het besluit nemen, om die 40 woningen in buitenvaart door te laten gaan. ...30 kilometer zone binnen de Schagenbruggengemeente. Dat lijkt me de eerste oplossing en die lijkt me heel snel mogelijk. Dus mijn voorstel is, probeer daar een 30 kilometer zone te. Als u opdracht geeft aan ons van, nou, ga daarvoor, dan gaan wij daarvoor. Ik kan u vertellen, een 30 kilometer zone werkt niet. Wat de officier van justitie mij vertelde, degene die de 30 kilometer zone het vaakst overtreden, zijn de eigen inwoners. De eigen mensen die uit het dorp vandaan komen. Dus of een 30 kilometer zone nou helemaal de ideale oplossing is, is de vraag. Maar goed, dat er wat moet gebeuren, ja, dat mogen duidelijk zijn.
Vermindering van het zware verkeer. We weten allemaal de laatste nieuwtjes over de brug. Dat is voorlopig van de lange baan. Gelukkig doet de Schagen gemeente een onderzoek. En ik zie dat eigenlijk best wel positief. Ik hoop ook dat die brug er komt. En samen met mij ook de fractie in de provincie van ons. Die brug moet er komen. En als die brug er is, dan hebben we zeker de vermindering van het zware werkverkeer. En de brug is natuurlijk in de Burgervlotbrug. Verminder verkeersoverlast, met name dan het zware verkeer. Ook daar is mijn vraag aan de zittende politiek. Hoe eenvoudig is dat op te lossen? Je zet aan het begin van de straat zet je een bord neer, verboden voor het zware verkeer. Het probleem is opgelost. Waarom hebben ze dat niet gedaan tot op heden? En als er inderdaad zoveel verkeer is, dan moeten we er zeker wat aan gaan doen. Nou, het is veel meer. Achterstallig onderhoud. Als je kijkt naar het voorrend, de das. Maar ook hier, als ik bij de burgemeester doorstaat, liep ik net nog langs en kijk naar de speelvoorziening. Dan denk ik, god, er is nog heel veel te doen hier ook in Schagenbrug. Dan moeten we met z'n allen, dorpsraad, inwoners en gemeente willen gaan faciliteren, moeten dat gaan oppakken en aanpakken. Dat is op dit moment heel belangrijk. Dan de kruispunt, Lagerdijkenweg, Cijperweg. Je schaamt je toch diep als je naar Schagenbrug iedere keer rijdt en iedere keer die levensgevaarlijke kruising op moet. En ik ben blij dat er nog nooit ongelukken gebeurd zijn, maar af en toe komen ze vanaf dat industrieterrein met een noodgang aanrijden en net op het moment dat je linksaf gaat, je ziet ze nauwelijks. Ook daar moeten we maatregelen nemen als het aan Jesse betreft. Hoe kan je hier terrasjes krijgen en ook zorgen dat er leven is? En dat kunnen we combineren met die reconstructie van de Schagenweg. Die kans is er nu. De brug van de Twee Zwanen is er, dus het vrachtverkeer dat kan vanaf die kant naar het bedrijfsterrein. En dan kunnen we ook de Schagenweg afsluiten voor vrachtverkeer. De bus moet er wel door blijven gaan. En ook een punt in ons verkiezingsprogramma is, ja, wat doen we met al dat landbouwverkeer? Het wordt steeds breder, het wordt steeds zwaarder. En daar moeten we echt als gemeente naar gaan kijken. De reconstructie van de Schagenweg, ik gaf net al even aan, wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat we er groot belang aan hechten dat er veilige fietsroutes en wandelroutes zijn. Die fietsroutes vooral voor de schoolgaande jeugd. Daar moeten we wat mee. Dat het onderhoud van de fietspaden en de wandelpaden en het groen de laatste tijd veel minder is geweest. Daar zijn wij allemaal, behalve de nieuwkomers, debet aan. Dan de Schagenweg. Ik ga eerlijk zijn, dat heeft veel te lang geduurd. Maar we gaan daar nu wel mee aan de slag. Plannen worden voorbereid. Het zou mooi zijn als daar ook een pleinfunctie op zou komen. Daar proberen we aandacht aan te besteden. En verder zou het goed zijn om zoveel mogelijk het zware verkeer uit het dorp te leiden. Daar draagt natuurlijk ook de ontwikkeling van Burgervlotbrug, de vaste oeververbinding van Burgervlotbrug, waarvan jullie allemaal weten dat wij ons daarvoor inzetten, aan bij. Het zal wel even duren, maar dat gaat in ieder geval veel zwaar verkeer voor Schagenbrug ook schelen. En dan wil ik graag wandelen aan de Grote Sloot, met al dat verkeer. Wat zou u als partij zou u gaan veranderen aan de Grote Sloot, het buitengebied? Ik ben een groot voorstander van wandelen niet op de openbare weg, maar door het mooie land. Door het weiland bedoel je? Wat weiland, bedoel je precies? Ja. Door het weiland? Door het weiland, en hoe ja. doen we dat dan met de eigenaren van de weilanden? Nou ja, die gaan we vragen of ze daaraan willen meewerken. En in toenemende mate zijn grondeigenaren bereid om aan deze hele leuke activiteit hun medewerking te verlenen. Zelfs Hoogheemraadschap vindt het nou prima dat er wandelroutes lopen over dijken. En ik heb het altijd betreurd, want je kan beter de berm dan een beetje open laten of een andere manier oplossen. Maar die weg is nu gewoon een meter breder geworden en er staat er wel 60 kilometer. Maar ik weet waar je woont toevallig. We zijn hele verre buren. En door die verharding is de weg een meter tot anderhalve meter breder geworden. En is het vrijbaan voor de hardrijders en voor de grote trekkers. En dat is, daar staan we niet achter. Dat zou anders moeten. Oké. Ik heb een voorstel van de AWB gelezen. Oudere mensen raken op een gegeven moment hun rijbewijs kwijt. En de AWB die heeft een automaatje. Dus ik wilde eigenlijk ook wel eens vragen of de gemeente daarvan gehoord heeft. Nou, ik heb net zo pas in mijn betoog al aangegeven. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat die dorpsondersteuner er komt. Die dorpsondersteuner die kent dat soort dingen. Kan hij ook wat u zegt, het automaatje, daar kan hij wat mee. Hij kan de mensen aan elkaar koppelen. En samen met de gemeente moet dat vast gaan lukken. Wij staan er achter en dat moet gewoon gaan gebeuren. Die eenzaamheid is natuurlijk best een groot probleem. Maar het heeft ook te maken met het netwerk wat mensen hebben. En een van de belangrijke... Iedereen wil heel erg graag heel oud worden. Maar wat er gebeurt is als je heel oud wordt, dat er heel veel mensen uit je omgeving overlijden. En daar komen weinig mensen voor terug als je dat gewoon zijn gang laat gaan. Dus je zal ook heel actief... Oud worden gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen.
En dat is denk ik iets wat we tegen elkaar moeten zeggen. Dat je oud worden actief moet doen. En dus ook je netwerk moet onderhouden. En daar waar mensen wegvallen uit je netwerk, dat je daar nieuwe mensen voor in de plaats dus moet hebben. Dus eigenlijk zeg je, Friso, is het ook een deel je eigen verantwoordelijkheid? En het verantwoordelijkheid van zo'n dorp, ja. Dat is geven en nemen, dat is wederzijds. Ja. Ten eerste wil ik aanvullen dat we hebben het nu allemaal wel over ouderen. Maar er zijn ook heel veel jongeren eenzaam. En die mogen we ook niet vergeten. En ook in de dorpen zijn jongeren eenzaam. We kunnen wel denken, ja, ze hangen achter het internet en ze hebben hun telefoon. Maar soms zijn er echt hele schrijnende gevallen. Dus laten we alsjeblieft de jongeren onder de samenleving niet vergeten. En als we het hebben over die eenzaamheid, en zoals mijn collega dan zegt, dat is je eigen vrije wil. Ja, soms hebben mensen een enorme schaamte om uit die eenzaamheid te komen. Omdat er allerlei achterliggende problemen zijn. En ze dus maar niet zomaar naar de gemeente gaan of naar de buurvrouw van help me even. En soms heb je dus net even dat kleine zetje nodig. En daar is een gemeente goed voor. En heeft de avond voldaan aan je verwachtingen? Ja, ik denk het wel. De discussies waren openlijk en iedereen ging heerlijk met de partijleiders in conclave. Dus ik denk dat het een hele goede avond is geweest. Zeker ook voor de Schagenbruggers, want Schagenbruggers is vanavond wel op de kaart gezet. Dat is duidelijk. Iedereen heeft toch zijn betoog gedaan. Je kon wel merken dat de een wat beter voorbereid was als de andere. Dat merkte je wel, maar het was niet echt een uitblinker of echt iemand die het niet minst was. Nee, dat niet. Wat ontbrak er? Nou, ik vond dat er tekort vragen gesteld werden over het autoluw maken van Schagenbrug. Dat had ik meer van verwacht eigenlijk. Ik vind dat Schagenbrug echt op de kaart is gezet vandaag. En daarom het initiatief van de Dorpsraad fantastisch. Dus ja, erg goed. De opkomst was goed, de vragen die waren goed en de antwoorden waren voor het algemeen ook goed. Er is goed op geanticipeerd door de diverse lijsttrekkers, voor zover ze er waren. Duidelijke antwoorden, ik was er wel blij mee. Ik vond het een hele goede avond. Het heeft een aantal dingen duidelijk gemaakt hoe men over een aantal zaken van Schagenbrug denkt en dat vond ik prima.